De ijshockeyers van de Amsterdam Tigers werden gisteren in de Jaap Edehal nog even in het zonnetje gezet. Na 19 jaar brachten ze de landstitel weer terug naar Amsterdam. Ze wonnen vorig weekend de play-offs van de Nijmegen Devils, een prestatie van formaat. Ik denk dat het geheim van het succes is dat je als team gewoon echt heel hard moet werken, een hechte groep moet zijn en dat waren wij dit jaar. En dat hebben we laten zien, dat als je voor elkaar staat op het ijs, voor elkaar alles geeft, dan kan je het winnen. Elk team heeft al een paar supersterren, die hebben wij ook. Maar ik vind echt dat we als team gefunctioneerd hebben, 7 maanden lang. En dat is denk ik de formule. De Tigers hebben enorm trouwe fans. Iedere wedstrijd schilderen ze hun helden na de overwinning. Na de huldiging mochten ze het ijs op om op de foto te gaan of even met de kampioenen te ijshockeyen. Ik ben overal geweest, Geleen, Nijmegen, overal. Dan moesten we zelf spelen in Dordrecht en dan ging ik meteen door vanuit Dordrecht naar Geleen of naar Nijmegen om erbij te zijn. Ik vond het heel leuk, ik vond het echt goed en zo en ik ben echt super blij dat we hebben gewonnen. Dus. Ben je dan een beetje emotioneel ook? Ja. Je hebt 7 maanden met ze meegeleefd en nu het zwarte gat? Ja, gelukkig is het zomer, hè? Dus dan heb je altijd wel lekkere dingetjes om te doen, maar ja. Als het weer begint in september, dan gaan we er weer vol voor. Ze waren fantastisch, ze waren altijd luid, altijd te horen. Thuis, maar ook uit waren ze geweldig. Ja, de supporters hebben ons echt wel door de wedstrijden heen gesleurd. En later ook in het eerste spelen? Hopelijk wel. Ik moet gewoon mijn kansen pakken. En als dat lukt, ben ik natuurlijk heel blij. Maar de kans is best wel groot, maar hopelijk wel. En we willen ook gewoon doorzetten waar we mee bezig zijn de laatste jaren. En dat is een mooie organisatie neerzetten. Leuk hockey met echt een hechte groep. En dat voor iedereen een avondje uit is. En dan inderdaad belonen met een kampioenschap. Hey, hey, hey!